Superleuk dat jullie kijken naar deze nieuwe vlog. Vergeet niet alvast een duimpje omhoog en je beneden te abonneren. Wat gaan we vandaag doen, Jay? Waarheid spreken. Mm-hmm. En niet waarheid spreken. Dat is het overgestelde. Ik weet even niet meer hoe dat heet. Oké, dus Jay gaat iets vertellen. Soms vertelt hij de waarheid en soms niet. En dan moet ik kijken of ik kan gokken, raden aan hem kan zien. Wanneer die jokt en wanneer niet. Deze gaat... Oh, je makkelijk eerst of moeilijk? Maakt niet uit. Doe maar. Ik denk dat ik je heel goed ken. Echt? Ja, vertel maar je eerste verhaaltje. Oké. Ik heb heel hard Bentley geslagen. Dat zijn hele hand zat vol met bloed. En de tweede is... Nee, ik mag nu toch zeggen wat waar of niet waar is? Ja, is het waar of niet waar? Waar? Nee. Want zijn hele hand zat niet onder bloed. Wat dan? Ze had een paar streepjes op zijn hand met bloed. Oké, ja, je hebt gelijk. Ik ben heel goed. Oké. Dat was moeilijk. Ja, maar ik wist wel dat je met hem gevochten had. Ja. Dus daarom dacht ik het zwaar, maar die had gelijk. Die had het een beetje overdreven. Ja, maar... Oké, volgende. Tweede. Ik weet het niet. Ik ga het even nadenken. Mhm. We hadden deze challenge trouwens ook een keer andersom gedaan. Dat ik eens ging vertellen. En dan moesten jullie zeggen of het echt of niet was. Die vlog kunnen jullie even terugkijken als je het nog niet gezien hebt. Weet je iets? Dat ik heb gelogen tegen juf. Dat ik zei dat ik geen potlood heb. En dan krijg ik een gloednieuwe potlood. Is dat waarheid of niet waar? Nee. Nee. Goed zo. En dan zeg je, jok toch niet? Nee, nooit. Ja, was wel goed bedacht, maar ik dacht, dat doet jij er niet. Nee. Oké. Nummer? 3. Ik heb ooit heel stiekem in de winkel cola gedronken en toen neergezet, helemaal achteraan. Nee. Goed zo. Tuurlijk doe je dat niet. Oké. Nummer 4. Ik en oma gingen naar de winkel. Ja. En hadden fruit gehaald. Ja. En 1 snoepje. Mm-hmm. Is dat waar of niet waar? Lastig, want ik weet dat hij fruit en snoep heeft gehaald samen met oma. Dat weet ik. Maar was het 1 snoep? Nee, niet waar. Want je had 2 snoep gehaald. Correct. Had je 2 snoep gehaald? Ja. Ik weet alles. Ik zei 1 snoep, hè? Ja. Dus ik zei dat het niet waar was. Oh, ja. Want je had 2 snoep bij oma gehaald. Ja. Mag ik erbij halen? Ja, schatje. Nummer. Yes. Nummer 5. Mm-hmm. Weet je iets? Ik heb een keertje Milo zo hard geslagen. Ja. Dat hij zoveel pijn had dat hij niet meer op zijn been kon lopen. Niet waar! Nee, tuurlijk niet. Monster. Oké. Je moet iets vertellen over school, want school ben ik nooit bij. Kijk, bij Milo ben ik erbij, bij oma ben ik erbij. Op school weet ik niet zo goed wat er gebeurt. Is er een keer wat gebeurd op school? Deen heeft mij in mijn gezicht geslagen dat ik zoveel pijn had, dat ik niet eens naar juf kon lopen. Niet waar! Nee. Oh, ik schrok. Ik word toch van ijzer, zegt de hele klas. Want ik kwam een keertje een bal hier. En toen zei iedereen, gaat het? En ik zei van, ik zei echt van, ja. En toen hebben ze mij de beste keep en een ijzeren muur genoemd. Oh my god. Dat vind ik niet leuk. Nee, wel, dat is wel juist leuk. Ja, dat wel. Wel toch? Yes, nummer 6. Zegt u maar. Ik heb 1 keer... Mm-hmm. Bij de juf een potlood gepakt. Ja. En nooit meer teruggegeven. Oeh, die is moeilijk. En die heb ik gewoon mee naar huis genomen. Oké, nee, niet waar. Wel waar. Echt? Ja, in groep 3. Toen mochten we onze potloden mee. Juna! Toen mochten we onze potloden mee, dus daar heb ik hem mee naar huis genomen. Maar het was toch de juffenpotlood? Of was het jouw potlood? Oké, school. School, juffenpotlood is dat. Dat is alles wat er...
Maar jij zei, ik heb een potlood van juf gepakt. Dus dat is niet waar. Nou, het was niet waar. Het was geen potlood van juf? Nee, het was niet potlood van juf. Nou, dus je zit weer dingen te verzinnen. Oké, weet ja, je... Ja, dat was verzinnen. Weet je er nog een? Dat ik een keertje in de vlog, op mijn kanaal, mijn tong heb uitgestoken. Ja. Naar mama. Joena wil alleen maar zoenen. Hou eens op, Joena. In het beeld naar jou mijn tong heb uitgestoken. Gestoken. En een teken van een loser Joena. Gedaan. Waar? Nee. Ah, ik dacht dat heb je echt wel een keer stiekem gedaan. Heb je dat nooit gedaan? Nee. Joena steekt de hele dag haar tong uit. Vieszak is het. Kleine vieszak is het. Nee. Ik heb ooit alleen met Noël tot de avond bij Sparvel gespeeld. Nee, niet waar. Jawel. Nee. Jawel. Want... Toen had ik nog mijn telefoon mee. Toen zei je, Jaden, kom je? En toen zei ik, nee. En toen werd het 5:00. Zei ze, Jaden, kom nu. Toen zei ik, nee, mag ik nog even? 2:00 later, 7:00. Jaden, kom nu. En toen zei ik, nee, mag ik nog heel even? 9:00, toen zei je, nu moet je echt komen. Tot 9:00, hè? Tot 9:00. Echt. Ik heb ooit kan me niet herinneren. Je hoeft je ook niet te herinneren. Dus je had toen geen avondeten gehad? Nou, dat krijg ik daarna. Na 9:00? Ja, ik krijg mijn avondeten. Was het in de vakantie of zo? Volgens mij wel. Ik kan me niet herinneren, maar jij zal het weten, schatje. Oké, nog één. Op hoeveel zijn we nu dan? Nu. 8. Dat weet in de kop. Ah, ja. Zeg het maar. Dat ik één sommetje niet wist. En dat ik die... Staat in je gezicht. Dat ik één sommetje niet wist. Ja. En toen dacht ik, toen heb ik dat plaatje. Dacht ik, nee, die ga ik echt niet maken. Die ga ik niet maken. Mm-hmm. En dat was de eerste opgave. Mm-hmm. En dan denk ik, en het was een plaatje. Dus je wist dat eerste sommetje wist je niet. Nee. Dus toen dacht ik, maak het hele blaadje niet. Ja. Oké, waar? Nee. Dat niet waar? Nee. Dan zei hij, als je dat niet... Als je dat moeilijk vindt, begin. Niet waar. Wat niet waar? Wat niet waar? Dat ik sommetje vond je moeilijk, dat je de hele bladzijde gelijk niet meer gemaakt. Dat was niet waar. Had jij dat gezegd? Ik zei dat het waar was, toen zei jij niet waar. Je ja, het geheugen van een goudvis. Hoezo was het niet waar? Omdat ik toch door moet werken. Moest je doorwerken van hier? Ja. Ook, wat heb je met de eerste tom gedaan? Nee, heb ik gelaten. Niet ingevuld? Nee. Oké. Het was een te moeilijke keersom en ik weet niet op welke keersom het was. Oh. Ik weet er nog eentje. Oké, vertel. Dat ik tegen juf Mirai, dus de baas van de school. Directrice, heen ben geweest. Omdat ik zo stout was tegen juf. Ja. Tegen juf Annabel. Dat me ooit aangebeurd. Nee. Ja, ik ben wel in groep 3 naar de gang gestuurd. Ja. Dat doe ik wel vaker. Kiara. Nooit naar de... Directrice. Naar de directrice. Maar doen ze dat wel eens op school bij jou? Dat als er een kindje stil is, dat ze naar de directrice moet? Wat? Ik ga Kiara erbij halen, want Kiara blijft wel af. Kiara, wat is er? Kom eens! Kiara, kom! Ik denk dat Kiara er ook gewoon bij wilt. Kom maar, popje. Joena! Pak Kiara eens alsjeblieft. Kleine terrorpup! Hi, popje. Geef maar. Ik heb een blauwe. Kia, bra. Ja, Kiara. Ja, je zei Kia, bra. Kiara. Hey, Ter. Ze is zo druk, hè. Ja. Als er iemand stout is in jouw klas. Ja. Stuurt de juf dan wel eens diegene naar de... Directrice? Zo stout bedoel je van stout? Heel stout. Ja. Ja?
Dus als je heel vertaald bent, moet je naar de directrice. Ja. Echt, maar jij nog nooit, toch? Ja, denk ik. Nee, nog nooit. Echt nog nooit? Super. Nee. Je bent ook een lieve jongen, hè? Ja. Maar ik ben wel één keer naar een andere klas gestuurd. Oh. Omdat ik niet zo lief was. Ja. Omdat ik een beetje ging praten en dat hoort wel een beetje bij mij. En dat mocht niet. Oh ja, nee. En toen moest ik mijn toets maken in groep 5. Oeh. En vind je dat dan eng? Nee, ben ik vaak. Maar ben ik... Hoi, wat zeg jij nou? Wat zeg je nou? Ik ben er 2 keer heen geweest, omdat ik bleef. Oké, dus dat vind je niet zo erg. Nee. Maar je gaat dan wel, maar dan weet je wel volgende keer, oké, ik moet niet meer zoveel praten. Nee. Toch? En één keer was het bij een toets. Toen had ik gepraat en toen nog. Dat lijkt me ook niet slim, nee. Tijdens een toets gaat praten. Maar het hoort wel een beetje bij mij. Ik ben wel de drukste in de klas. Ja, dat weet ik. En de grappigste. En de knapste. Oké, wij gaan de vlog afsluiten, want de honden zijn super druk. Dus we gaan ze even lekker met ze wandelen. Dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. Heb je geen duimpje omhoog gedaan? Doe dan even een duimpje omhoog. Heb je nog steeds niet geabonneerd? Waarom niet? Abonneer eventjes hier beneden. Want anders moeten wij huilen. En abonneer ook zeker op mijn kanaal, Jayna Gielen. Shorts zijn ook heel goed gegaan. Eentje heel goed gegaan. 2000? Mm-hmm. 2000. Jouw shorts? Ja, 2005. Ik weet niet of ze ons nog goed horen met die honden. 100 likes. Likes! Ja. 200 en 500 likes. Ja, 200 en 500. Likes heb ik gekregen. En abonneer dan ook even 2500 likes. 2500 likes. Doe dat ook dan gewoon even. Tot morgen. Anders moet ik huilen.